Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Een paar jaar voor zijn dood mocht ik op audiëntie bij de grote Theofiel. Hij was toen al bijna 90. Het was een bende in huis. Op tafel lag een brief van een wielerfan. Aan Theo Middelkamp, wereldkampioen, stond er op de envelop. De grote Theofiel pakte een oude foto van zichzelf en zette er met bevende hand een krabbel op. Die stuurde hij terug. Wereldkampioen, zei de grote Theofiel, ben je voor het leven. Daarna mijmerde hij over de teloorgang van de wereld en zichzelf en eindigde met een grote vloek. Het is wreed, meneer. De Nederlander die zegt altijd Theo of Theofiel. Maar op Kielder zeggen ze nooit niet Theo, dan zeggen ze altijd Phil. Phil. En Phil die had een naam, Middelkamp, maar die had ook een bijnaam, die heette Boel. Maar die Boel dat kwam van zijn vrouwense kant. Maar de meeste mensen zeggen nooit niet hier bij ons Theo Middelkamp, die zeggen allemaal Phil Boel. U heeft twee vlaggen buiten gehangen. Waarom eigenlijk? Theo was ook een Nederlander zo goed als een Belg. En die moest de zaak in twee kappen en dat ging heel moeilijk. En hij moest in Nederland niet zijn, omdat hij er geen AOW kreeg. En daarmee was hij er wel boos op. En in België kreeg hij eigenlijk ook niet veel. Maar Phil was een goede man. Kom, ik zeg er niks over, niet goed of niet slecht. Phil was een middelmatige, maar ik was de enige dat hij mee omkost. Ja. Toen ik zelf begon met wielrennen, was ik heel erg geïnteresseerd in de verhalen. En dan kwam Middelkamp als pionier langs. En niet alleen een van de eerste deelnemers van de Tour van het Nederland, maar ook gewoon een van de eerste presteerders. Iemand die echt meedeed. En hij had in België had hij de bijnaam van koning der kermiskoersen. Omdat hij dus, en dat was in België echt iets waar men tegenaan keek, de meeste punten scoorde in de kermiskoersen van dat jaar. En dat waren er in België, ja, ik weet niet hoeveel. Allee, dat zijn een paar duizend dat ik van boven geholpen heb. Ik heb die vroeger gekregen van hem. En dan heeft hij gezegd, Fons tegen mij, ik kan ze beter een oog geven, dan weet ik dat ze op zijn plaats blijven. Maar die kranten, die zijn van 1936 en ervoor nog, en al de kranten, zelfs uit Frankrijk zijn erbij. En die heeft zijn vrouw altijd bewaard. Had hij geen koers en er was een ding, die knipte het uit en die bewaarde dat. Zo gezegd, als aandenking. Dat is een foto. Toen begon Phil te fietsen, dat is heel echt, als je die fiets goed bekijkt, was ze 17 jaar en een half. Dat zijn fietsen, die lagen zijn onder een brommer. Zo'n dikke banden, hé. Versnelling was er allemaal niet bij. Wat hij nog erin in de Ronde van Frankrijk zonder versnelling, dat hij zijn wiel moest switchen, hé. Tandwiel voor, tandwiel aan. Maar dat is heel, die gewoon niet buiten. Hé. Dat is heel van de eerste foto's van Theo Middelkamp. De eerste foto van Theo Middelkamp op de fiets. Kort voor het einde waart Theo Middelkamp een machtige aanval die hem in de kopgroep brengt. Met een ruime voorsprong passeert hij als eerste de finish voor Cercu en Janssen en behaalt met deze prachtige rit als eerste Nederlander het wereldkampioenschap op de weg voor professionals. Gemeente Kielder, zeg je, wilde betonen aan Theo Middelkamp. Was dat groots? Alsjeblieft. Was dat een grootse happening? Waar, nee, dat was niet vet. Wat er houdt namelijk niet van. Nee? En moest geen luxe uit, maar geld had.
En Duk was de eerste rit gewonnen, de Ronde van Frankrijk, dat weet iedereen, 1936. In 1938 heeft hij ook een gewonnen. In 1937 heeft hij ook gereden, dat weet het niet veel. Hij is naar rust moeten komen, dat is zijn vinger gebroken. En dat waren ritten van 400 kilometer. Hè? 400, hè? Ik heb hem dan nog uren vertellen dat ze de kalte brak, de fiets brak, dat ze stopten en dan lieten ze hem onderweg om elkaar knosselen, wat lasten en dan ze verder. Want Phil is wereldkampioen geworden met een fiets dat niet van hem was. En de reden was omdat hij juist plat reed en dan kost het nog wel met een sportfiets. Dat is juist Phil. Een atleet, hè. Ah, ja, hij is begonnen met fietsen ook, heb ik wel eens gehoord, net als Wim van Est, eerst als een soort smokkelaar. Die jongens die gingen met boter en tabak gingen ze de grens over. En dan moest je hard kunnen fietsen om die commissie soms voor te blijven. Zo heeft hij ook zijn talent ontdekt. En toen is hij in België in dat wielermilieu beland. Maar hij was een echte broodcoureur. Hij heeft verteld dat hij meer koersen heeft verkocht dan dat hij er gewonnen heeft. Dus het was heel vaak, hij zat heel vaak in de slag. En dus altijd als hij in een kopgroepje ergens zat van... even iemand opzoeken van wat heb je er voor over om te mogen winnen. Dus het was echt iemand die zo aan zijn geld kwam. De rugnummer uit een Tour uit 1936, zie je het? Dan had hij nummer 48. Die foto, die nummer zult u straks zien in de café. Maar dat snap, dit is origineel. Die komt bij mij niet buiten, dat verstond wel, hè? Maar en dit is ook het nummer waarmee die etappe won. Ja, de eerste etappe. Die rugnummer was de eerste etappewinnaar van de Ronde van Frankrijk. Maar in 1938 reed hij weer en dan had hij die rugnummer. Hé, en dan heeft hij ook nog een rit gewonnen. Dan won hij ook nog in. Hé. Het worden dan allemaal nog bergritten. En ook hebben we nog niet geen berg gezien. Of nog niet geen berg, dan won hij gitten en hij wint. Ja. Dat zijn dingen ook. En dat is de rugnummer van zijn wereldkampioenschap. Je ziet zelfs... Je ziet zelfs... Maar dit moet toch in een museum hangen? Ja, ik kon dat niet wegdoen. In een museum, dan zeg ik het kwijt. Pff, we zijn alles gezeten en dan zetten ze eronder geschonken door Fonske Blijenberg. Ah ja, als hier komen kijken, allemaal mag dat zien. Hier zitten zelfs nog gaatjes in, waaraan de spaltjes ingezeten en we zijn een rugnummer op te spalen. Dan naar de winkel ging, dan vroegen ze hem, rijd je voor het geld of rijd je voor de eer? Met de eer ga je niet naar de winkel zitten, want dan zullen ze dan niks geven. Maar ik leg 1000 frank op de tuur, 1000 frank of zoveel gulden, 100 gulden op de tuur. Ze zullen mij eten geven zitten. Maar meer roem zitten, betalen ze me, dan krijg ik geen eten zullen zitten. Dat was veel. De viel was wel een kleutendief, dat wil zeggen. Ja, vielke. Spijt dat we hem kwijt zijn. Hij was Nederlander, wilde AOW en toen zeiden ze van nee, je woont in België, dus je krijgt geen AOW. Nou, hij is zo boos geworden dat hij nooit meer iets met Nederland te maken wilde hebben en ook meteen het wielrennen heeft afgezworen. Ook omdat hij er niet al te veel van hield. Het was toch een soort, het was werk voor hem. En die arbeid die zag hij later dus niet meer beloond en toen heeft hij dat caféersie begonnen en toen wilde hij helemaal niks meer met fietsen te maken hebben, met de koers te maken hebben. En is toen, zeker toen zijn laatste vrouw ook overleed, is teruggetrokken gaan leven eigenlijk. De katten en de kikkers, de kippen, die liepen binnen. Hè? Het was een mens apart. Hè? Ja, een mens apart. Het is niet van te zeggen dat hij misschien iets opgedaan had, maar het zat in die mens in. Zijn leven, dat was zijn leven dat hij het nu had. Als je wilde het waarschijnlijk wel hebben. Maar het was wel een leven hier, dat zou jij niet kunnen en ik ook niet. Als je iets kunt hier niet. Heel, heel teruggetrokken. Ik kwam een keer aan de deur bij hem. En toen stekte hij zijn geweer door de deur. Ze zijn maar weg moeten vluchten naar de neus. Dat is ook wat, dat is ook boos. Wie? Theo. Oh ja, Phil. Wij zeggen Phil. Wat deed hij dan?
Ze zijn geweer door de deur, want die kennen ons niet. Die kennen ons niet, jongens. Hij zegt tegen mij, Fons zit hij. Ik zeg, ja, Piel. Een tevreden mens zit hij, is een gelukkig mens zit. Dat is. En was Middelkamp tevreden? Ja, was Middelkamp tevreden? Hij was tevreden op zijn manier. He. Hij was gelukkig, hij was tevreden. Hij moest niet meer hebben, in tegendeel. Hij moest niet meer hebben, maar Phil was een tevreden mens. En als je tevreden bent, zit je gelukkig. Rassemblement. Ik vind dat wel goed, ja. Maar ik had er meer verwacht van dag. Maar ja, het is de eerste dag dat het maar open is van de week. Woensdag. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag is dat iets dicht. Ik weet niet, de meeste mensen zeggen altijd van Zeeland en Uithoek, maar ik fiets het allerliefst in Zeeland. Dat meen ik echt. Als ik terugkom uit een etappekoers en ik ben twee weken thuis geweest dan, en ik heb dan een paar dagen rustig aangedaan, dan is het eerste wat ik doe is lekker over Walcheren rijden en lekker langs de zee en dan geniet ik er echt van. Wil je het unieke met je kop in de wind wielershirt winnen? Ga dan snel naar www.omroepzeeland.nl en doe mee!